Ook vandaag, op dag 2 van de warmste week, passeert er geweldig schoon volk in onze actietent. Hallo, wie zit er naast mij? Jo, en ik ben van de warmste lerarenopleiding van Gent. En omstreken? Ja, zelfs meer, denk ik. Oké, Jo, jij bent? Kevin. Veerle. En jullie zijn dus allemaal van de lerarenopleiding? Inderdaad. Lager, kleuter en secundair. En zijn jullie nu examens aan het verbeteren of zo? Nog niet, hè. Onze studenten die zijn gestart met blokken en de eigenlijke examenperiode is pas voor januari. Oké, dus jullie komen hier gerust op de lappen op de warmste week. Het kan toch. Ik denk dat dat ook met de reden is dat jullie hier zijn. Wat hebben jullie gedaan? Wij hebben allerlei acties georganiseerd voor SOS-schulden op school. We hebben onder andere croque-monsieurs verkocht. We hebben een quiz georganiseerd, dat hebben onze studenten eigenlijk gedaan. We hebben ook koekjes verkocht. Ben ik nog iets vergeten, collega's? Chocolade is er ook verkocht. Bijlesmarathon? Een bijlesmarathon is er georganiseerd. Van alles. Inderdaad, ik zou iets kunnen zeggen en je hebt het gedaan, zover gaat het bijna. Al bij al, hoeveel volk heeft er meegewerkt aan jullie acties? Oei, behoorlijk wat. Dus de koekjesverkoop is natuurlijk voor de collega's en studenten. Maar het aantal kun je eigenlijk niet zo... Quiz, hoeveel waren er? Het waren toch een 20-tal teams die aanwezig waren met maximum 5 deelnemers. Dus maximale bezetting voor ons lokaal. Oké, en die SOS schulden op school, dat is jullie goed doel. Waarom hebben jullie die gekozen? We hadden een aantal goede doelen die aansluiten bij de lerarenopleiding, waar we ook wat affiniteit bij hebben. En we hebben dan een lijst opgesteld en alle studenten en lectoren hebben kunnen kiezen voor het goede doel dat zij het meest wilden steunen. En dat was SOS-schulden op school. Wij werken ook heel veel rond diversiteit in onze opleiding en dat is wel iets waar zij ook rond werken. Dat past binnen dat thema, dus we vonden dat een goed doel om te steunen. Dus het was bijna educatief. Ja, inderdaad. Jullie hebben er ook echt in de lessen een beetje het erover gehad dan, wat dat allemaal juist inhoudt? Of? Ja, eigenlijk waren studenten al op de hoogte, want zij moesten zelf kiezen, stemmen voor een bepaald doel. Dus dan is het ook de bedoeling dat ze eventjes gaan kijken waar die goede doelen allemaal voor staan. Dus, ja, is dat eigenlijk iets wat bij jullie in de lerarenopleiding nog voorkomt, echt zo schulden op school? Of is dat voornamelijk in de lagere scholen nog? Nee, dat is ook bij studenten. Wel, niet zozeer schulden, maar soms studenten die moeite hebben, die wel moeten goed kijken om rond te komen. Oké, dus ja, het ligt geweldig dicht bij jullie. Dat had ik al wel begrepen, denk ik. Al die mooie acties hebben waarschijnlijk ook een serieuze cent opgeleverd. Wat is het eindresultaat geworden? €1.600 hebben wij ingezameld. Dat is ontzettend veel. Weten jullie specifiek wat die VZW daarmee kan doen? Ik heb geen idee, maar misschien wel. Oké, een nieuwe... Ik denk leerlingen ondersteunen en ouders ondersteunen die in de problemen zitten om de schoolrekening te betalen. Dus ik denk dat onze centen goed besteed zullen worden. Ik ben daar zelf zeker van dat die centen goed besteed zullen worden. Ja, ik zou bedankt willen zeggen, maar dat zou nog niet genoeg zijn voor al de moeite die jullie hebben gedaan. Dus daarom hebben we hier een knop geïnstalleerd met een vlam die eruit schiet als je daar een goede map op geeft. Dus ik zou zeggen, doe het met z'n drieën tezamen. En die is speciaal voor jullie. Dank u wel om langs te komen. Bedankt voor jouw warme actie.